Dit weekend kunnen echte boekenwurmen op zoek naar nieuwe, oude verhalen op de boekenbeurs in Den Bosch, georganiseerd door de Vincentiusvereniging. Jarenlang werd zij gastvrij ontvangen in de hal van het provinciehuis, maar door strengere regels rondom brandveiligheid heeft de Vincentiusvereniging een ander onderkomen moeten zoeken. En dat is dus dit jaar in 2008 voor ons ook de eerste maal in de Brabanthallen. En ja, aan de andere kant is natuurlijk, Brabanthallen die zijn niet voor niks, terwijl in het provinciehuis waren voor ons geen kosten verbonden. En we moeten dus nog maar afwachten of de opbrengst hoog genoeg is om het volgend jaar weer terug te kunnen komen. Voorgaande jaren bracht de beurs zo'n 50.000 euro op. 10.000 gaat nu op aan de huur van de hallen. Het sjouwen met de boeken en het inrichten van de beurs neemt 5 dagen in beslag en ruim 100 vrijwilligers werken hieraan mee. Het is de 34ste boekenbeurs met ruim 100.000 boeken. Ik denk ieder jaar wel, want waar komen die boeken allemaal vandaan die wij krijgen? En hoe is het mogelijk dat mensen toch elk jaar weer bereid zijn om diezelfde boeken weer te kopen? Ik denk dat mensen lezen toch niet kunnen loskoppelen van het moderne medium, televisie en de digitale techniek die entree doet, computers en zo. Je gaat niet een boek op je computer lezen, dus je wil graag een boek in hand houden. De opbrengst gaat naar diverse projecten in derde wereldlanden. Belangrijkste project is de bouw van 2 ziekenhuiszaaltjes in Malawi. Dit weekend dus in de Brabanthallen en de toegang is gratis.